Dank u wel. Nog een organisatorische opmerking misschien. Ik spreek hoofdzakelijk aan de hand van beeld. Degenen die het gevoel hebben dat ze dat beeld niet voldoende zien, die nodig ik uit om alsnog in ieder geval hier zoveel mogelijk naar, voor mij links, voor de kijkers rechts te bewegen. Want de aanleiding, ik spreek echt volledig naar aanleiding van het beeld waar we naar kijken. Ik dank u voor uw welkomstwoord. Het is inderdaad voor mij ook wel een wondere gelegenheid om ten tijde van die februari-staking, waar ik qua theater qua net zo goed had kunnen verschijnen, hier aanwezig te zijn. Dit was een afspraak waarvan ik dacht van nee, we hebben een tweehoofdige directie. We kunnen uitstekend de ene directeur de ene kant op en de andere directeur hier bij Christen voor Israël. Ik ben heel blij om dat dat kan. Ik ben blij dat ik hier te gast mag zijn. En ik ga u meenemen naar een wereld waarvan ik bij eerdere lezingen altijd weer gemerkt heb hoe bijzonder dat is om juist in kringen van Christenen voor Israël, van Nederlandse christenen over dit onderwerp te spreken. Ik spreek heel vaak over de illustratie van Joodse boeken. Ik spreek heel vaak over het beeld van Joden als het volk van het boek. Maar wat je merkt en wat ik merk als ik in uw kringen spreek over dit onderwerp, dat het in vruchtbare aarde valt, omdat de Bijbelkennis zo goed is. Dus ik kan verwijzen naar Bijbelse gebeurtenissen die geïllustreerd worden. Ik kan ook verwijzen naar vormen van religiositeit die het voor mij makkelijker maken om over een dergelijk onderwerp te spreken. Tegelijkertijd spreek ik ook over een onderwerp waarvan ik altijd weet dat het ontzettend ver afstaat van mensen. Dat beeld van Joden als volk van het boek, dat is een beeld wat notabene ontleend is aan de Koran. Dus de Koran is de plek waar verwezen wordt naar Joden en christenen als volkeren van het boek. En daarmee wordt natuurlijk het boek van de tekst van het Oude Testament bedoeld. En het is door de Joden zelf eigenlijk pas in de 19e eeuw, ik zou bijna zeggen als een soort geuzennaam, aangenomen als een verwijzing naar henzelf. Joden hebben zich heel intensief bezig gehouden met de bestudering van boeken. Maar boekcultuur in het Jodendom is altijd ook verbonden, niet alleen met fysieke boeken, niet alleen met kunstzinnige boeken, daar kom ik zo meteen op, maar ook gewoon met overdracht van kennis. Wat is een boek uiteindelijk? Een boek is uiteindelijk een object dat gebruikt wordt om kennis, in mijn geval Joodse kennis, over te dragen. En de keuze om dat te doen in een handgeschreven boek, de keuze om dat te doen in een gedrukt boek, of de keuze om dat mondeling over te dragen, die is iedere keer eigenlijk datgene waar de wetenschappelijke wereld het meest in geïnteresseerd is. De wetenschappelijke wereld is geïnteresseerd in de vraag waarom Joden bepaalde teksten alleen maar schrijven. Is geïnteresseerd in de vraag waarom Joden bepaalde teksten zijn gaan drukken. Wat gebeurde er toen we in de 15e eeuw ineens konden drukken? Mogen Joden dan de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament wel drukken? Dat is nog maar zeer de vraag. Dat was een grote discussie, want je gaat naar een hele andere vorm van reproduceren toe. Dus de keuze, het antwoord is, ze konden niet wachten. Ze zijn direct begonnen met die tekst te drukken. Maar de keuze om dat te doen, dat is eigenlijk een keuze die iedere keer weer de moeite waard is. En je ziet in de Joodse religie dat er tijdens de Torah-lezing, tijdens de lezing van de eerste 5 boeken van de Pentateuch in de synagoge, in een jaarlijks of in een driejaarlijkse cyclus, wordt er nog steeds gelezen uit een handgeschreven rol. En als je naar de christelijke wereld kijkt, en zeker als je naar de katholieke wereld kijkt, en je kijkt naar de rol van het boek in de religie, dan is eigenlijk het boek als object datgene dat vereerd wordt. Er is sprake van een echte verering, zeker in katholieke kerken, met rijk versierde banden. Daar is eigenlijk het boek, staat in het hart van de verering, ook als fysiek object. In het Jodendom is dat niet zo. In het Jodendom is het enige wat vereerd wordt, dat zijn de rollen. Dat zijn de boekrollen die in de synagogendienst gebruikt worden. Dus als er verwezen wordt naar de Joden als het volk van het boek, dan is dat eigenlijk het Sefer Torah, dus het boek van de Torah. En dat is geen boek, maar dat is een rol. En bij Joden gaat het uiteindelijk, en ik denk wel dat het van belang is als we hier kijken naar al die prachtige voorbeelden die ik straks laat zien van Joodse boeken. Uiteindelijk hebben we het altijd over teksten die inhoud bevatten. Die Joodse inhoud bevatten. Heel veel kunstzinnige boeken, zeker vandaag de dag, maar ook heel veel kunstzinnige boeken die in de middeleeuwen in de niet-Joodse omgeving geproduceerd zijn, dienden primair een esthetisch doel. Joodse boeken dienen zeker in veel gevallen ook een esthetisch doel, maar uiteindelijk gaat het wel om de transmissie, om de overdracht van Joodse kennis. En het is wel belangrijk om met die ogen te blijven kijken. Ik zal straks laten zien dat dat
in de richting van de moderne tijd onder druk begint te staan. Dat je dan ziet dat de assimilatie van Joden aan de westerse omgeving ook zijn invloed heeft op hoe ze naar kunst kijken. Maar als ik dus zo'n soort titel aangeef, het geïllustreerde Joodse boek als spiegel van de Joodse geschiedenis, dan zult u aan de voorbeelden die ik gekozen heb zien hoe ik dat opvat en waarom ik tot die titel kom. Ik heb geprobeerd om veel beeld te laten zien. Ik zal veel praten, maar ik zal nog veel meer beeld te laten zien. En als u aan het einde van de rit zegt van God, dit was wel heel veel beeld, dan vind ik dat eigenlijk goed. Want ik wil dat u zich realiseert wat een rijke wereld er eigenlijk schuil gaat achter die geschiedenis van het Joodse boek. Een wereld van enorme rijkdom. Maar die Joodse boeken, dat speelt zich natuurlijk af ook in bibliotheken. En we zijn in Nederland gezegend met twee grote bibliotheken. De tekst staat erbij, het gaat mij om het beeld. De tekst is in dit geval in het Engels, straks ook een keer in het Duits, maar dat geeft niet. De grootste Joodse bibliotheek in Nederland is de Bibliotheca Rosenthaliana. Die heb ik tot ik directeur van het Joods Historisch Museum werd bijna 30 jaar. Ik heb er bijna 30 jaar gewerkt en ik heb hem 15 jaar geleid. Een bibliotheek waarvan we zeggen er zijn zo'n 120.000 Joodse boeken die daar onder de hoede van de Universiteit van Amsterdam bewaard worden. We roepen altijd dat het de grootste Joodse bibliotheek van Europa is. We hebben geen idee of dat klopt. Maar ik ben al 30 jaar niet tegengesproken. Dus dan gaat het steeds vaker kloppen, dan ga je erin geloven. Die bibliotheek gaat terug op de privébibliotheek van een rabbijn, lezer, Rosenthal, die geboren was in Nagelsk in Polen en die in 1868 in Hannover is overleden. En uiteindelijk zijn zijn boeken in 1880 geschonken aan de stad Amsterdam. Dan moet hij het wel doen. Want daar ga ik niet over, hier doet hij het. Aan de stad Amsterdam, nadat ze in 1875 door deze man Marcus Meijer Roest, gecatalogiseerd waren in een catalogus. Dus ik moet even kijken. Dit is de gift aan de stad Amsterdam in 1880. En hier zie je de leeszaal uit de bibliotheek Rosenthaliana van voor de Tweede Wereldoorlog. Een volstrekt andere sfeer dan nu. Het cynische van de Joodse geschiedenis is dat de Joodse boeken die strijd met de afstandsbediening. Even moet ik kijken, als ik weet dat de beamer is, dan gaat het goed. Ja, oké. Heel goed. Ik kijk u vriendelijk aan. Want nu gaat hij achteruit terwijl ik op vooruit druk. Kijk. 1940. Een van de wonderlijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, en dat is eigenlijk een beetje het cynisme van de geschiedenis, dat is dat de Joodse boeken die niet meer in Joodse handen waren, zijn de boeken die overgebleven zijn in de oorlog. Dus de Joodse collecties van de Joodse collecties van de Universiteit van Amsterdam, die zijn als Joodse collectie geconfiskeerd. Het Joods Historisch Museum, wat een eigen stichting was, die collectie is geconfiskeerd door de Duitsers. Maar die boeken die zijn niet al in een veel eerder stadium vernietigd. Die zijn niet tijdens de Rijksgestalnacht vernietigd. Die zijn niet op allerlei andere momenten vernietigd. En die zijn als Joods bezit van de overheden, want dit was de Universiteit van Amsterdam, als Joods openbaar bezit geconfiskeerd, in kisten ingepakt en ook gewoon weer teruggevonden na de oorlog in deze kisten, onaangeroerd. Complete bibliotheken, complete museumcollecties zijn in de Tweede Wereldoorlog onaangeroerd teruggevonden en uiteindelijk teruggestuurd naar Amsterdam. Terwijl heel veel Joodse collecties al in de late jaren 30, bijvoorbeeld tijdens de Kristallnacht, al vernietigd waren. Of collecties die in privébezit waren, die zijn achtergebleven in huizen. En dat is gestolen en dat zwerft nog steeds over de wereld. Alleen die collecties die in stukken die in openbare collecties bewaard waren, die stukken die hebben we nog. Hier zien we nog wat beelden van hoe dat gegaan is met die kisten. En hier zien we ook een boek, een beroemde boek met de kogel uit de bibliotheek Rosenthaliana. Dat gat, daar zit een kogel in. Dat boek heet uitgerekend de troost van Israël. Of de hoop van Israël, wat is het? Consolatio, dat is de troost van Israël. En uitgerekend in het boek met de troost van Israël zit een kogel. En we hebben altijd gezegd hoe cynisch dat zo is. We hebben altijd verteld dat dit een teken is uit de oorlog. Wat hier, totdat er een Amerikaanse ballistische expert kwam, dus een expert van munitie. En die zei, dit is een Amerikaanse kogel. Wat er gebeurd is, is dat die Amerikanen, die warenhuizen, die opslagplaatsen binnengerend zijn. En om zeker te weten, zoals je dat in oorlogsfilms ziet, dat er niemand binnen is, hebben ze een paar keer in het rond geschoten. En dat is de kogel die hierin zit. Dus dat is weer een iets ander verhaal. Maar het blijft natuurlijk wonderlijk dat uitgerekend de troost voor de
verschrikkingen van Israël, de troost voor de kwellingen van Israël, dat uitgerekend dat boek nog een kogel bevat. En de Rosenthalianenwet, de bibliotheek Rosenthalianenwet heropend in 1946 en bevindt zich thans aan de Oude Turfmarkt in het gebouw van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, waar het op dit moment gewoon vrij toegankelijk is. Iedereen die daar over Joodse onderwerpen iets wil leren, kan lid worden van de universiteitsbibliotheek en kan eigenlijk alles aan oude tijdschriften en oude bronnen raadplegen. En veel van wat ik hier laat zien, komt daar ook vandaan. Ik blijf vrolijk doordrukken. Want we gaan nu toe naar mijn huidige werkplek, namelijk deze, hier het Joods Historisch Museum, het Joods Cultureel Kwartier, zoals we dat vandaag de dag noemen. Een Joods Cultureel Kwartier overigens, dat nu over de februari-staking begint, in de maand mei nog zal worden uitgebreid. We hebben op dit moment het Joods Historisch Museum, het Kindermuseum, de Portugese Synagoge en de Hollandse Schouwburg. In de maand mei zal het Nationaal Holocaust Museum worden geopend aan de overkant van de Hollandse Schouwburg, op de plek waar kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog gered zijn. Ik weet niet of het verhaal bekend is. Hollandse Schouwburg was de omslagplaats van de Duitsers. Daar werden de Amsterdamse Joden verzameld. Aan de overkant was een kindercrash waar de Joodse kinderen verzameld werden. Eén keer in de zoveel tijd reed daar tram 9 langs. Die tram 9 die blokkeerde het zicht van de Duitse bewakers op die kindercrash. En met hulp van de hoofdmeester van de hervormde kweekschool aan de overkant van de Hollandse Schouwburg zijn er ruim 800 kinderen gered die via de tuin ontsnapt zijn. En in dat gebouw, waar later de zogenaamde IFCO-school in zat, daarin wordt in mei het Nationale Holocaust Museum geopend. In eerste instantie in fase 1, waarbij we korte exposities, eenvoudig gemaakte exposities laten zien waar we naartoe willen. En uiteindelijk, als we de benodigde middelen daarvoor, en dat gaat over veel geld, 21 miljoen euro in totaal, als we de benodigde middelen daarvoor in 3 jaar hebben weten te werven, dan gaat het ook open en heeft Nederland eindelijk een plek waar dat hele verhaal over de vervolging van de Joden, wat er daarvoor gebeurd is, wat er in de oorlog gebeurd is, maar zeker ook wat de effecten geweest zijn op de Joodse gemeenschap daarna, verzameld in dat Joodse culturele kwartier. Iets wat, ja, waar een behoefte aan is in deze tijd. Een van de parels in dat Joodse culturele kwartier is de bibliotheek Etz Chaim. De bibliotheek Etz Chaim, Boom des Levens, is de oudste nog functionerende Joodse bibliotheek ter wereld. 400 jaar dit jaar, in 1616 opgericht als bibliotheek van het Rabbijnenseminarie en nog steeds in gebruik als Joodse bibliotheek. Niet meer voor het Rabbijnenseminarie, maar wel door wetenschappelijke onderzoekers. En dit is die prachtige bibliotheek. Het is eigenlijk je denkt dat je in een 17e eeuwse interieur staat. De waarheid is dat je in een 19e eeuwse reconstructie van een 17e eeuwse interieur staat. Het is in de 19e eeuw op deze manier ingebouwd, maar een van de mooiste bibliotheekinterieurs die we in Nederland hebben en de oudste nog functionerende Joodse bibliotheek in Amsterdam en gewoon te bezoeken. Met instaprondleidingen, met rondleidingen door de Portugese synagogen, met hoog bezoek. Links mijn voorganger, rechts ook geen onbekende Nederlander. En ik druk nog even verder. Die had ook zijn moeder bij zich en een van de leden van de kerkenraad van de Portugese Israëlitische gemeente. Hier nog wat impressies. Het is een belangrijke plek waar Etz Chaim, bibliotheek, Livraria Montesinos. En daar wordt op dit moment zijn we aan het werk om die bibliotheek, en dat is voor gebruikers interessant, ook de 21ste eeuw in te duwen. Alle handgeschreven boeken uit die bibliotheek zijn gedigitaliseerd. En die worden op dit moment allemaal, er zijn zo'n 70.000 opnames, die worden op dit moment allemaal online gezet. Er staan er al een paar honderd online. De laatste paar honderd komen er letterlijk in de komende paar weken aan. En dat betekent dat je bij die boeken kunt. Dat iedereen die die boeken wil zien, zo zag het er vroeger uit. Nu ziet het er zo uit. Een Israëlische fotograaf die dat materiaal allemaal komt digitaliseren. En websites waarop je gebruikmakend van de moderne techniek, deze fotograaf, mijn vriend Adomba Gama, die dat ter plekke gedigitaliseerd heeft, ter plekke gefotografeerd heeft op het hoogst denkbare niveau, die op deze manier aan het werk is met allemaal high-tech in die oude Joodse bibliotheek, wat ik altijd een mooi beeld vind. En dat leidt tot deze website waarop je naar dit soort boeken kunt kijken. Dit is een middeleeuwse codex, geschreven in 1282 uit de bibliotheek van Etz Chaim. Ik moet eens even kijken, want hij gaat wel erg snel nu. Je ziet rechts een pagina
waar nogal wat aan de hand is. Daar is flink doorgestreept. Wat je kunt doen op deze website, sorry, is die... Hij reageert verlaat. Is op deze manier, heel gedetailleerd, naar 5 regels Hebreeuwse tekst kijken. Die praat over een groot manuscript, dat wordt teruggebracht. Je kunt op de grootte van je enorme beeldscherm naar 5 regels van die tekst kijken. Wat je hier ziet, is een tekst die is doorgestreept in de tekst door een 16e eeuwse inquisitor van de inquisitie in Italië. Dit boek bevond zich in Italië in de 16e eeuw. Joodse boeken werden in Italië in de 16e eeuw gecontroleerd door de inquisitie op ketterse inhoud. Er was heel veel belangstelling van de inquisitie voor die ketterse inhoud. Hier is een passage van de grote Moses Maimonides, een van de grootste Joodse filosofen uit de middeleeuwen, waarin hij zich uitlaat over de Messias. Tot uiting brengt dat de Joden nog steeds wachten op de Messias. En dat de christelijke Messias binnen de Joodse perspectief niet de Messias kan zijn. Die tekst is doorgekrast door de inquisitie. Doorgestreept door de inquisitie. En die is later in Joodse teksten, door de Joodse schrijvers, gewoon maar niet gekopieerd. Dus die tekst die werd dan overgeslagen, die werd eruit gelaten. Dus de censuur van buiten, die heeft uiteindelijk geleid tot een eigen interne zelfcensuur van de Joden, die vaker passages die negatief geduid werden, als er bijvoorbeeld sprake is van Rome, als er sprake is van Edom, als er sprake is van de volkeren, Hagoyim, dan werd er door de inquisitie vanuit gegaan dat dat altijd negatieve verwijzingen waren naar de kerk. En daarmee werden die teksten altijd doorgestreept. En degene die daarbij hielpen, is een heel bijzonder aspect van de Joodse geschiedenis. Degene die daarbij hielpen, die inquisitoren, die censoren die voor de inquisitie actief waren, dat waren vaak gedoopte Joden. Die kenden de teksten. Dus die wisten precies waar de passages stonden, waar mogelijkerwijze problemen zouden kunnen zijn. Dat is een hele vaak erg indringend beeld wat dat oproept. Dat Joodse kennis op die manier wordt doorgehaald. Tegelijkertijd hebben de Joden ook met die inquisitie samengewerkt om ervoor te zorgen dat ze gebedenboeken konden blijven drukken. Die zeiden, als wij dit er nou uithalen, dan mogen wij blijven drukken. Dat is een heel intensief verkeer in de 16e eeuw. En we moeten niet vergeten, dit speelt zich af natuurlijk in de katholieke kerk, maar precies ook ten tijde van de opkomst van het protestantisme. Dus die katholieke kerk die was enorm bezig met het beschermen van de eigen, uitgangspunten. En de Joden werden dus zeker niet alleen vanuit antisemitische, wat een te moderne term is, vanuit anti-judaïstische overwegingen negatief bejegend door die inquisitie, maar eigenlijk vooral vanuit angst voor ketterijen. Dus het is vanuit de inquisitionele angst voor ketterijen dat dit soort dingen gedaan werd. En de Joden nemen natuurlijk wel een bijzondere positie in als het volk van het Oude Testament en als het uitverkoren volk. Dus die konden wel op wat meer belangstelling rekenen dan anderen. Nou, dat is wat je hier ziet. Ik blijf vrolijk drukken. Dit is een brief uit die collectie van Ezrim, die ook weer over het aspect van de Messias gaat. Het Jodendom in de 17e eeuw heeft op zijn kop gestaan in het jaar 1666. Toen er in Izmir, in Smyrna, in Turkije, een Joodse man was opgestaan die beweerde dat hij de Messias was. En die zei, ik ben de Messias. Sabbatai Zvi heette die. En die zegt, ik ben de Messias. En hij had een grote groep gelovigen die hem volgden. Hij had een grote groep volgelingen die dachten dat hij het kon zijn. Tegelijkertijd zijn er ook in het verleden al Joden opgestaan die zeiden, ik ben de Messias. En die Joden die zijn allemaal ontmaskerd op enig moment dat ze niet konden zijn. Al was het alleen maar omdat de Messias vanuit het Heilige Land naar de diaspora gaat. En niet vanuit de diaspora naar het Heilige Land. Dat is een van de argumenten die gebruikt wordt. Maar dit is een brief van de Amsterdamse Portugese rabbijnen, waarin ze zeggen, deze man zou wel eens de Messias kunnen zijn. Wij hebben gehoord dat dit de Messias is en het zou heel goed kunnen, die wordt bewaard in het Ezrim. En deze brief is online beschikbaar in het Hebreeuws en je kan in dit detail naar zo'n zegel kijken bijvoorbeeld van die gemeente. Dus het is heel bijzonder dat je met de moderne middelen, dat soort oude bronnen, middeleeuwse bronnen, 16e eeuwse bronnen, 17e, 18e, 19e eeuwse bronnen, die verder normaal gesproken achter slot en grendel zitten, in dit soort resoluties, in dit soort kwaliteit, gewoon beschikbaar kunt stellen aan de geïnteresseerde wereld. Niet alleen aan de geleerde wereld, maar zeker ook aan leken. Ik ben door heel veel Joodse onderwijzers gewezen op het feit dat ze dit soort bronnen nu gebruiken. Je kan oude gebedenboeken laten zien en laten zien dat wat de Joden tijdens de grote verzoendag bidden, dat precies hetzelfde is als wat er 700 jaar geleden gebeden werd. Dat zijn belangrijke toevoegingen aan de religie. En ik denk ook meer in algemene zin dat er in het godsdienstonderwijs veel meer belangstelling zou kunnen zijn, en dat speelt zich ook buiten het Jodendom af, veel meer belangstelling zou kunnen zijn voor de oude bronnen van die
van die religieuze praktijk. En dat er ook daarboven, inmiddels zoveel stukken online beschikbaar zijn, dat je de jeugd, wat vaak een probleem is, om de jeugd geïnteresseerd te krijgen in ons vak. Ik bedoel, wij zijn allemaal ongeveer even oud ook weer. Er zit niet veel jeugd, dat is inherent aan wat we doen. Maar je kan met het inzetten van nieuwe middelen, kun je wel degelijk ook de jeugd naar de oude bronnen toe brengen. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Dat we niet, en ik vind het prachtig dat we gestreamd worden bijvoorbeeld. Dat is al een heel mooi aspect. Maar ik denk ook dat je in het onderwijs dit soort bronnen veel nadrukkelijker zou kunnen inzetten dan we tot nu toe doen. En dat is natuurlijk ook iets wat we in een museum proberen. Naar aanleiding van dat 400-jarige jubileum van Etz Chaim zullen we een grote handschriften tentoonstelling maken die we met digitale producten begeleiden, waar lezingen bij zijn. En in de praktijk zijn het inderdaad altijd weer de liefhebbers van het oude boek die komen. Maar je kan zo'n tentoonstelling bijvoorbeeld ook eens heel modern vormgeven en daarmee mensen binnenhalen die geïnteresseerd zijn in de vormgeving van boeken bijvoorbeeld. En dan gaat het niet alleen maar over de oude inhoud. Dus het is altijd, denk ik, een uitdaging, een woord wat ik in mijn hoedanigheid als directeur zo min mogelijk probeer te gebruiken. Maar het is altijd, dat betekent eigenlijk probleem, maar het is altijd een uitdaging om naar vormen te zoeken waarmee je nieuwe groepen publiek kan aanspreken. En ik denk dat juist ook in een religieuze gemeenschap als de uwe dat het heel belangrijk is om na te denken over de media die je inzet om de jeugd te bereiken. Ik denk dat dat een belangrijk punt is en dit helpt. Ik neem u nou mee, gewoon even kriskras, of niet helemaal kriskras, eigenlijk aan de hand door de middeleeuwse Joodse boekgeschiedenis. En daarbij is het goed ons te realiseren dat die met uitzondering van de dode zeerollen, wat een ander onderwerp is waar ik niet anderhalf uur over uit mijn hoofd zou kunnen praten. Ik weet wel iets vanaf, maar niet uit mijn hoofd op deze manier. Die dode zeerollen zijn natuurlijk de oudste getuigenissen die we hebben van bijbelteksten, hoofdzakelijk bijbelteksten, niet alleen trouwens, maar van bijbelteksten uit de periode rond het begin van de jaartelling. En dat zijn zeker boeken die deel uitmaken van een Joodse traditie. Het is tegelijkertijd ook een sectarische gemeenschap, de Essenen, die boeken geproduceerd hebben. Maar het is ook een andere, ik zou bijna zeggen, andere tak van sport, een andere tak van wetenschap dan de geschiedenis van het Joodse boek. En de boeken waar ik over spreek, en als we praten over de traditionele codex, dus het samengevouwen boek, het gebonden boek wat we hier hebben met een rug en een stapel gevouwen bladen met katernen die in elkaar gevouwen bladen die aan elkaar genaaid worden. Het boek als codex, als fysieke vorm, dat is in het Jodendom, doet hij pas zijn intrede in de 10e eeuw. De vroegste boeken die we hebben, het allervroegste Joodse boek wat we in ons bezit hebben met een datum. Er zijn waarschijnlijk ouderen, maar die hebben geen datum. Alleroudste met een datum is uit het jaar 903. Dat is een fragment van het Bijbelboek Nehemia. En het eerste grote wat we hebben is uit 916. Dat is een vrijwel complete Bijbel. En, dus, en die teksten die we hebben zijn allemaal teksten van het Oude Testament. Er zijn geen andere teksten uit die vroege tijd, die 10e eeuw, dan teksten van het Oude Testament. Meer of minder complete teksten van het Oude Testament. Dat zijn hele indringende ervaringen om die boeken in origineel te zien. Ik heb het één na oudste Hebreeuwse handschrift wat we hebben, dat ligt in de British Library, in handen gehad. Dan kijk je naar een, dat is de British Library in Londen, dan kijk je naar een boek met het complete Oude Testament erin, in een kwaliteit die onvoorstelbaar is, en je realiseert je dat de enige reden dat wij als moderne maatschappijen die tekst van het Oude Testament tot ons beschikking hebben, is het feit dat daar toen in 920 iemand zich de moeite getroost heeft om die tekst, die tot dat moment hoofdzakelijk mondeling werd overleverd, laten we dat niet vergeten, die tot dat moment hoofdzakelijk mondeling werd, om die op te schrijven. En om een systeem te verzinnen van vocalisatietekens en zangtekens, dat er ook werkelijk voor zorgt dat die tekst in zijn oorspronkelijke of zo zuiver mogelijke vorm wordt overgeleverd. Het is heel ontroerend om je te realiseren dat je naar de redenen kijkt, de fysieke achtergrond kijkt van het feit dat wij deze tekst überhaupt hebben. We hebben de Hebreeuwse tekst in geen oudere vormen, met uitzondering van die dode zeerollen, die pas in de late jaren 40 zijn ontdekt, hebben we die teksten hebben te danken, het feit dat we die teksten überhaupt lezen, het feit dat we die teksten überhaupt ontvangen hebben in zijn originele taal, hebben we te danken aan de inspanning van een kleine groep mannen rondom het meer van Tiberias, die zich de moeite getroost hebben om die tekst zo goed mogelijk te overleveren en om die mondelinge overlevering vorm te geven. En die boeken
De beroemde Aleppo-codex, een aantal andere boeken, de beroemde codex Leningradensis voor degene die met Bijbels-Hebreeuws bezig zijn. Dat soort boeken zijn er de reden voor dat wij het hebben. Dat geldt overigens ook voor de klassieke Latijnse literatuur. Het feit dat wij überhaupt de klassieke Latijnse literatuur kunnen lezen in het gymnasium, hebben we te danken aan de Karolingers, die de moeite genomen hebben om de tijd van Karel de Grote, die de moeite genomen hebben om die teksten schriftelijk aan ons over te leveren. Dat zijn bijzondere momenten. We hebben natuurlijk oude vertalingen. We hebben de Vulgaatvertaling, we hebben de Septuaginta, de Griekse vertaling, we hebben een aantal andere kerkvaders die vertalingen gemaakt hebben. Dus we hebben wel vertalingen, maar de grondtekst, de Hebreeuwse grondtekst, die is niet eerder overleverd schriftelijk dan in het begin van de 10e eeuw. Dus belangrijk en altijd in de Oriënt, hoofdzakelijk in het huidige Syrië en in Palestina. Dus dat zijn de twee plekken, en een beetje in Egypte, dat zijn de plekken waar die dingen vandaan komen. Meer in het algemeen zijn die teksten, want we gaan natuurlijk ook over de kunst van het Joodse boek hebben, meer in het algemeen zijn die teksten nauwelijks geïllustreerd. Die zijn wel vaak gedecoreerd. Je ziet hier een fragmentje van een heel klein boekje, om even een idee te geven, een van de grote nadelen van die digitalisering, en ook een van de grote nadelen van dit soort presentaties, is het feit dat alles even groot is. Dus u kijkt hier naar een scherm, en alle boeken zijn even groot als het scherm. Dat is natuurlijk onzin. Dit boekje is zo groot. Dat is een piepklein boekje. En dit is een stukje uit de Torah, een stukje uit het boek Leviticus, en meen ik uit mijn hoofd, en wel een stukje uit het boek Leviticus, dat waarschijnlijk gelezen is door een Joodse jongen tijdens zijn bar mitzwa feest. De bar mitzwa is het ceremonie waarbij een jongen voor het eerst in het openbaar een stuk uit de Torah leest op zijn 13e. Dan wordt hij zoon van het gebod, bar mitzwa, bar is Aramees, dan wordt hij zoon van het gebod. En dan geldt hij vanaf dat moment als kerkelijk volwassen. Dat doet hij tijdens een ceremonie, dat speelt nog steeds een rol. En het was de gewoonte in de Oriënt om jongens ofwel het complete Bijbelboekje cadeau te geven uit waaruit ze gelezen hadden, of alleen maar de parasha, of alleen maar de pericoop te geven als boekje, als cadeautje. We hebben veel van dat soort handschriften, klein, mooi geschreven, maar alleen maar wat frutsels versiering en geen uitgebreide afbeeldingen. En of dat dan mag, daar komen we echt nog wel op. Hier ook, Spanje. Een Haggadah die in privébezit bewaard wordt. Het vorige stuk komt uit de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam. Dit is in Zwitsers privébezit, Flörsheim. Een familie met een Nederlandse achtergrond. Dit is een zogenaamde Haggadah. Een Haggadah is de vertelling, is het Hebreeuwse woord voor vertelling, over de uittocht uit Egypte, die door de Joden gelezen wordt op de eerste avond van het Pesachfeest. En in de diaspora ook op de tweede avond van het Pesachfeest. Een verhaal over bevrijding, een verhaal dat eindigt met de wens volgend jaar in Jeruzalem. Een verhaal dat gaat, dat eigenlijk als inzet heeft dat de Joden zich ieder jaar weer, ieder geslacht weer, iedere generatie weer moeten beschouwen alsof ze zelf bevrijd zijn uit Egypte. Dat wordt gedaan tijdens een traditionele maaltijd. Ik zal heel veel teksten van de Haggadah laten zien, dus vandaar dat ik er wat langer bij stilsta. De Haggadah is een bijzondere tekst. Het is de meest geïllustreerde Joodse tekst überhaupt. Maar ook hier zien we in Spanje, in deze vroege tijd, rond 1300... En die Haggadah die bestaat eigenlijk als zelfstandige tekst, dus nogmaals betekent vertelling, bestaat als zelfstandige tekst pas vanaf 1200 ongeveer. Deze vroege versie hiervan uit het jaar 1300, daar zit alleen maar wat penwerk bij om de Hebreeuwse letters heen. Er zijn geen afbeeldingen gemaakt, maar dat zou snel anders worden. Bijvoorbeeld met deze beroemde, niet deze, maar met deze beroemde Sarajevo Haggadah. Die Sarajevo Haggadah is gemaakt in Spanje, in dezelfde tijd, rond 1300... En die Sarajevo Haggadah, die heet Sarajevo Haggadah omdat die bewaard wordt in Sarajevo. Die naamgeving van die boeken, van die vertelling over de uittocht, die naamgeving van die boeken, die is nogal grillig. Dat is erg afhankelijk van het humeur van de onderzoeker die dat vindt. Er zijn ook onderzoekers die zeggen, dit lijkt erg op dat andere handschrift, dus het is de broer. En dit lijkt erg op de andere handschrift, en is het de sister of this and this Haggadah. Dat is heel vermoeiend. Dit is de Sarajevo Haggadah uit circa 1300. En daar zit een complete, eigenlijk voor het eerst is een tekst van de Haggadah die gelezen wordt aan tafel, want die tekst die wordt gelezen tijdens de traditionele maaltijd waarin die uittocht uit Egypte gevierd wordt met het hele gezin. Voorafgaand aan het boek zit een complete cyclus met het hele verhaal van de uittocht, maar beginnend bij het scheppingsverhaal. En dus beginnende bij het scheppingsverhaal gaat het uiteindelijk naar het verhaal van de uittocht. En hier zien we natuurlijk Mozes die de stenen tafel ontvangt en we zien een schematische voorstelling van het tabernakel. Dus dat zijn voorbeelden van illustratie. En dat is eigenlijk de eerste keer dat als een soort strip.
wel illustreren. Het platte antwoord wat ik daarop kan geven is blijkbaar wel. Ik ga zo meteen wat dieper in op dat probleem, want de Joden die hebben vaak niet geïllustreerd. Die hebben in islamitische omgeving niet geïllustreerd, want in heel veel islamitische gemeenschappen werd er ook niet geïllustreerd. En de Joden wilden niet het verwijt krijgen dat ze een soort ketterijen beschuldigd werden of van minder nadrukkelijke religiositeit beschuldigd werden. Maar we zullen zien dat er ontzettend veel Joodse boeken wel geïllustreerd zijn. Nou, ik kom daarop terug. Dit is de zogenaamde Barcelona Haggada. Daar zie je het grote probleem van die naamgeving. Voetballiefhebbers onder ons die zullen hier de kleuren rood en blauw van de club Barcelona in herkennen. Dat is ook niet onbelangrijk. In andere momenten van ons leven. Die ziet het hier in die wapens. Dit is eigenlijk, we weten eigenlijk niet waar we hier naar kijken. Waar we hier naar kijken, hieronder zijn wat kunstenaars, wat muziekmakers. Omdat het een feest is waarbij gedronken en gezongen en gelachen wordt. Dit wordt wel van gezegd, het is een zogenaamde, misschien wel een gestileerde vorm van een matze. Tijdens dat paasfeest, tijdens het Joodse Pesachfeest, worden ongerezen broden gegeten. Want Israël vertrok uit Egypte in grote haast en er was geen tijd meer om het deeg te laten rijzen. Dat ongerezen brood wordt gegeten tijdens het Pesachfeest en tijdens het hele Pesachfeest mag er ook geen dezem gegeten worden. Er mag geen gerezen spullen gegeten worden. En het hele huis moet ook schoongemaakt worden voorafgaand aan het feest. Dit is misschien wel, hier zien we in ieder geval de heer des huizes met twee van die matzes in zijn hand. Hier zien we hem in het witte feestkleed. Dit zijn gewoon figuren die we kennen uit gotische Spaanse handschrift. Het is pure decoratie. Dus dit is een illustratie van de tekst, want het gaat over deze matzen. Dat staat hier in het Hebreeuws, matzazo. Deze matzen. Hier zien we een man die die matzen in de hand heeft. Dit zou een matzen kunnen zijn, maar de rest is pure decoratie. Heeft niks met de inhoud van de tekst te maken. Het is alleen maar vanuit de behoefte om een mooie tekst, om een mooi product te maken, een mooi kunstwerk te maken in zo'n boek. Dit is een andere Haggadah die in de Rylands Library bewaard wordt in Manchester. Onlangs nog gezien hebt. Hier zie je ook weer deze figuren. Hebben niets met het verhaal te maken. Dat zijn gewoon fantasiefiguren die voorkomen in manuscripten uit die tijd. Maar hier zien we, deze tekst luidt het bittere kruid, Maror Zed, dit bittere kruid. Hier zien we een afbeelding van een artisjok. Tegenwoordig is het bittere kruid wat door Joden gegeten wordt tijdens Pesach, is mierikswortel. Mierikswortel is in Noord-Europa het bittere kruid bij uitstek. Maar mierikswortel is eerlijk gezegd vooral scherp, is niet zozeer bitter. Als je op zoek bent naar bitterheid, en dat is natuurlijk een symbool voor de bittere slavenarbeid van Israël en Egypte. Als je op zoek bent naar bitterheid, dan is deze artisjok, die in Spanje in de middeleeuwen blijkbaar gebruikelijk was om te eten, die komt veel dichter in de buurt van bitter dan een mierikswortel, die toch vooral scherp is. En ik heb veel Joden uit mijn omgeving die na zo'n lezing zeiden, volgend jaar geen mierikswortel voor mij, maar artisjok, dat vind ik bepaald lekkerder. Hier is een hele wonderlijke afbeelding aan tafel. Want we zien hier namelijk een man en een vrouw die zitten aan tafel en de man links die wijst met zijn vinger naar zijn vrouw. En dat wordt geïnterpreteerd door alle kunsthistorici als een vrouwvijandige afbeelding. De tekst die illustreert namelijk dit bittere kruid en als illustratie van dit bittere kruid wijst de man naar zijn vrouw. En het gebeurt te vaak om het niet zo te duiden. En het wordt tot in de 20e eeuw, is dat ook nog als grap, we weten dat, is gedocumenteerd, werd het ook nog als grap gedaan. Dus het is dit bittere kruid en het is dan de vrouw. We zien het hier in de rond 1320 al afgebeeld. Dit is een boek uit de zogenaamde Berginski Collection in Zürich. Dat is een Zwitserse privéverzamelaar waarvoor ik zelf heel intensief werk. Ik ben zijn privé-conservator. En deze man heeft de grootste collectie Hebreeuwse manuscripten ter wereld. Een collectie van 800 Hebreeuwse manuscripten. Met veel middelen, maar ook met veel liefde bij elkaar gebracht. Hij is ook de man die mijn hoogleraarschap financiert. En een grote sponsor van Joodse cultuur in de wereld. Een belangrijke mecenas. Dit is geschreven in Lissabon. Voor mij is dit wel een leuk boek. Dit is een boek wat ik in 1989 voor het eerst gezien heb. Ik heb het toen beschreven als best nog wel jonge onderzoeker voor het Veilinghuis Christie's. Ik heb er een grote beschrijving van gemaakt. Het boek is verkocht en 15 jaar later trof ik het aan in de collectie van deze Zwitserse verzamelaar. Was hetzelfde boek. Je ziet dat er een heleboel boeken al op oude plekken, op plekken zitten waar ze niet meer weggaan. Maar er is ook beweging. En er is een enorm levendige markt van Joodse kunst. En de
duurste markt, als ik het gewoon heel plat mag zeggen, dat is de markt voor de oude boeken. Er is onlangs voor een complete versie van de eerste complete gedrukte Talmud $9.2 miljoen betaald. Een gedrukt boek, 20 delen in New York. Er gaan bedragen over de tafel voor topstukken die echt in de vele miljoenen lopen. Ik ben op dit moment ook bezig om een stuk voor het museum mogelijkerwijs te behouden. Een oud manuscript, dat gaat ook over miljoenen. Dus er is in die stukken uit de middeleeuwen, de topstukken uit de middeleeuwen, er is een kleine, maar zeer vermogende markt voor. En dat maakt het natuurlijk ook voor instellingen als de onze ontzettend lastig, omdat soort bedragen, ik draai een museum met 75 medewerkers op €7.5 miljoen per jaar. En dan moet je ineens voor één stuk €4 miljoen betalen. Daar is natuurlijk de balans is helemaal weg. Dus dat zijn hele lastige afwegingen die je hebt. Maar we zijn er ook voor om mooie stukken te bewaren. Nee, goed, dus even een kijkje in de keuken van het cultuurbeleid. In Italië zijn er ook allerlei vormen van Joodse boeken. Wij gaan straks in die tentoonstelling die ik zojuist noemde in het Joods Historisch Museum een manuscript uit het Vaticaan laten zien, een Italiaans handschrift. Dat geldt als het misschien wel mooiste in Italië geproduceerde Hebreeuwse manuscript door Joden. Hier zien we, er is een moment in de die zijderceremonie. Dat dus in die ceremonie, tijdens die viering van het Joodse paasfeest, dat de deur wordt opengezet om de profeet Elia binnen te laten komen. Aan tafel staat één extra persoon gedekt. Die extra persoon is de profeet Elia. En die profeet Elia, er wordt de deur voor opengezet na de maaltijd, of na het gebed wat gezegd wordt over de maaltijd, om hem binnen te laten. Omdat de profeet Elia degene is die de komst van de Messias zal aankondigen binnen de Joodse traditie. En wat we hier zien is een afbeelding van Elia en de Messias en nog wat kompanen die onderweg zijn. En we zien hier, als we goed kijken, een open deur ook die net opengezet wordt. Dus dit is een hele duidelijke verwijzing naar de Messiaanse eindtijd in een tijd dat de Joden in de 15e eeuw ook enorm onder druk stonden. Dit is het einde van de 15e eeuw, de tijd waarin er op allerlei plekken in Europa anti-Joodse maatregelen waren die uiteindelijk zouden leiden in 1492 tot de verdrijving van de Joden in Spanje. En de hele Europese Jodenheid, zou ik bijna zeggen, de hele Europese Joodse gemeenschap stond zeker in dat Middellandse zeegebied onder enorme druk. En in die tijd is een verwijzing naar de Messiaanse eindtijd, een soort apocalyptische verwijzing naar die eindtijd in zo'n boek, is heel bijzonder. Ik hoop dat hij op een gegeven moment weer op mij reageert. Dit is een ander boek uit die omgeving, veel soberder, ook uit Italië, waarbij het me vooral om de variatie gaat, ook uit die Braginski-collectie. En dit is weer een ander klein boekje uit Italië met, hij springt alle kanten op. Als ik denk dat ik klaar ben, dan doet hij stiekem toch nog wat. Hier is ook dit is ook weer zo'n piepklein boekje, dit boekje is zo groot. Dus het zijn hele kleine boekjes met gebeden die door Joden meegenomen werden, met vaak heel vrij penwerk. En dat, blijkbaar werd dat mooi gevonden. Maar hier kan ik u uitleggen, de Joden hadden het toch niet zo makkelijk met het probleem van natuurlijk het tweede Bijbelse gebod. Wat doe je met het Bijbelse gebod op het maken van gesneden beelden? U zult u geen gesneden beeld maken. En Joden is altijd opgevat als Joden hebben geen beeldcultuur. Deze manuscripten die ik hier laat zien bewijzen het tegendeel. Er is wel degelijk sprake van een beeldcultuur. En je kan vaststellen dat de Joden blijkbaar dat tweede Bijbelse gebod hebben opgevat als een verbod om te beelden. Om driedimensionaal te beelden. En dat het tweedimensionale afbeelden, plat, dat toegestaan was. En het tweede Bijbelse gebod is altijd gelezen in combinatie met het derde. Namelijk, u zult er niet voor dienen. Dus u zult ze niet dienen. En dat is ook een belangrijke toevoeging. Dus het feit dat je, er is blijkbaar is tweedimensionaal afbeelden toegestaan, en maar je mag die beelden niet dienen. Dat gaat nog een stap verder. Er zijn vragen gesteld, mag je in de synagoge in deze tijd, rond 1300, mag je in de synagoge voorlezen uit gebedenboeken als voorzanger, als voorganger, zanger, mag je voorlezen uit gebedenboeken met afbeeldingen? Dat bewijst ten eerste dat het gebeurde. Want je stelt die vraag niet als het niet gebeurt. Je stelt die vraag alleen maar als het wel gebeurt. En wetgeving volgt op de praktijk. Dus mag dat? En het antwoord luidt nee, dat mag niet. En dan denk je, waarom niet? Er zal wel het Bijbelse gebod in de weg zitten. En dan zeggen ze, nee, het mag niet, want het leidt af.
Dus het verstoort de concentratie, het verstoort de kawana, de juiste richting die je geeft aan je gebed. Dus die afbeeldingen leiden af. Dat is de reden dat het niet mag, maar het gebeurde wel. En hier zie je hoe in heel veel boeken uit die tijd, vanaf 1258 uit mijn hoofd, hebben we, ik denk, hebben enkele tientallen boeken waarin menselijke figuren, in dit geval over een stuk Bijbelse figuren, menselijke figuren, afgebeeld zijn met vogelkoppen of met andere dierkoppen. Soms zijn ook alleen de mannen, of sorry, alleen de vrouwen afgebeeld met vogelkoppen en de mannen niet, dan zit er blijkbaar een geslachtengerelateerde reden achter. Soms zijn alleen maar de niet-joden afgebeeld met vogelkoppen. Maar er is dus spanning bij het afbeelden van menselijke gezichten, omdat de mens natuurlijk geschapen is naar Gods evenbeeld. Dus het feit dat de mens is geschapen naar Gods evenbeeld maakt dat je door in ieder geval vogelkoppen erop te zetten, in ieder geval niet dat evenbeeld van God maakt. Nou, die spanning die zit op heel veel van die stukken, en die zie je hier eigenlijk in deze zogenaamde vogelkop-Haggadah, die in het Israël Museum bewaard wordt, zie je dat eigenlijk het duidelijkste. Maar er zijn veel meer voorbeelden van. Dus die Joden, aan de ene kant mag het blijkbaar, dat is een heel negatief argument, maar het is wel een feit. Aan de ene kant mag het blijkbaar, aan de andere kant, ja, zo makkelijk was het dus ook weer niet. Er zijn ook vragen uit dezelfde tijd, mag je in de synagoge wandschilderingen maken? Mag dit wat we hier doen? Als we hier een kerkdienst hebben, mag ik dan hier zaken hebben aan de muur waar ik naar moet kijken? Het antwoord luidt, nee, dat mag niet. En waarom niet? Omdat het afleidt. Dus het gaat iedere keer om de concentratie die nodig is bij het gebed. Dat is uiteindelijk de kern, maar het gebeurde wel. En dat is ook wel belangrijk om in de gaten te houden. En een van de verklaringen daarvoor waarom het wel gebeurde, is misschien wel in de Talmud te vinden. In de Talmud is sprake van een begrip, hidur mitzwa heet dat in het Hebreeuws. Het verfraaien, hidur is verfraaiing, van een gebod. Het Jodendom kent 613 ge- en verboden, die uit de tekst van de Torah zijn gedistilleerd. Positieve en negatieve geboden. Dingen die je wel mag doen en dingen die je niet mag doen. Of die dingen die je wel moet doen en dingen die je niet mag doen. In totaal 613, tariak zeg je in het Hebreeuws. En een van de uitgangspunten in de Talmud is dat je het vervullen van zo'n gebod, dus het vervullen van de Bijbelse geboden, met een bepaalde schoonheid gepaard moet laten gaan. Dus dat je de geboden moet verfraaien. Dat is waarschijnlijk de reden dat we in synagoges fraai textiel aantreffen. Dat we in synagoges zilveren torens aantreffen. Dat we in synagoges toch ook een bepaalde pracht en praal, of in ieder geval een bepaalde elegantie aantreffen. Dat komt voort vanuit het Talmudische besef dat je het ten uitvoer brengen van die 613 ge- en verboden met een zekere mate van schoonheid gepaard moet laten gaan. En veel collega's van mij die verbinden, en ik geloof daar ook wel in, verbinden ook die behoefte van het illustreren van toch goed deels religieuze boeken met diezelfde behoefte om dat vervullen van dat gebod om te studeren en dat Bijbelse gebod die religieuze noodzaak om je met die teksten bezig te houden, om dat met een zekere schoonheid gepaard te laten gaan. En dan is er nog een veel menselijke reden, zou ik bijna willen zeggen, alsof die andere redenen niet menselijk zouden zijn. Maar dan is er nog een menselijke reden, namelijk het feit dat wij gewoon als mensen van mooie dingen houden. Wij willen ons graag met mooie zaken omringen. Wij hebben een zekere mate, meer of mindere mate, maar de moderne mens kenmerkt zich ook door een zeker gevoel voor esthetiek. En dat gevoel voor esthetiek, ik praat hier als museumdirecteur, maar ik praat hier ook als man die vanmorgen besluit om een das om te doen. Dat heeft allemaal met die zaken te maken. Er is ook een menselijke behoefte om de zaken mooi en aantrekkelijk te laten zijn. Nou, ik denk dat daarmee die dimensies wel duidelijk zijn. En het platte argument wat ik herhaal, is toch van blijkbaar mocht het wel. Want anders zouden ze het wel niet gedaan hebben. En anders zouden ze het in ieder geval niet in deze omvang hebben aangetroffen. Ik heb heel slecht zicht op de klok. Dus maar hij glanst, dus ik zie niet waar die wijzers staan. Maar nu zie ik het wel. Dus dat is hier naar aanleiding van deze vogelkop Haggadah. Ik ga het nog een keer proberen. Aanhouden wind. Dit is het oudste manuscript uit de collectie van de bibliotheek Rosenthaliana. Dit is dan weer veel traditioneler.
Maar ook dit is, ook hiervan zou je kunnen zeggen, het is gewoon mooi Hebreeuws schrift, zou je kunnen zeggen, dit leidt af. Dat is geschreven in Esslingen in 1290, is op dit moment, als u toevallig in Ulm mocht zijn, daar ligt het op dit moment in een tentoonstelling. Prachtige tentoonstelling overigens, over de Joden in Zuid-Duitsland. En dan gaan we langzaam vanuit die middeleeuwen naar de periode van de boekdruk. En dan komen we bij datgene wat ik net noemde. Namelijk het feit dat de Joden op het moment dat ze konden drukken, ook de keuze hadden, net als de niet-Joden, de keuze hadden om te drukken of te schrijven. En omdat de teksten die in de religie gebruikt worden, niet alleen de teksten van de Sifret Torah, van de Torahrollen, maar ook de tekst van de Megillat Esther, de Estherrol, die tijdens het Lotenfeest, tijdens het Purimfeest gelezen wordt, maar ook de Hebreeuwse tekst in de deurpostkoker, in de mezuzah, ook de teksten in de Tfilin, al die teksten die zijn met de hand geschreven en er is behoefte aan handgeschreven teksten. En binnen het Jodendom heeft een met de hand geschreven tekst een grotere mate van heiligheid. Want het wordt blijkbaar is het feit dat de Torah met de hand geschreven wordt voor Joden ook aanleiding om aan handgeschreven teksten een groter belang toe te hechten. Nou, het is ook zo in de middeleeuwen, of sorry, in de christelijke wereld is er na de uitvinding van de boekdrukkunst nog ontzettend veel met de hand geschreven. Het is echt niet zo dat alles gedrukt werd. Er waren nog in de 17e, 18e eeuw schrijfwedstrijden, schrijfmeesters. Er wordt tegenwoordig natuurlijk steeds minder geschreven. Ik merk dat ook aan mezelf. Als ik lang moet schrijven, dat ik kramp krijg waar ik vroeger als scholier 5 keer zo lang kon schrijven. Dus je bent allemaal gewend aan die toetsenborden. Of nog erger. Maar binnen het Jodendom is er exponentieel veel meer met de hand geschreven. Vooral vanuit het besef dat handgeschreven teksten een extra waarde hebben. Dus het feit dat je, ik weet niet, u zult het zelf ook herkennen, als je kijkt naar het begin van bepaalde, als je kijkt naar een partituur van Bach in zijn eigen handschrift, als je kijkt naar Händel in zijn eigen handschrift, als je kijkt naar wat dan ook in het handschrift van degene die het gemaakt heeft, dan realiseer je dat je kijkt naar het moment dat dat werk waar je nu zo van geniet, naar het moment dat dat werk bedacht werd. Dat werk dat bestond er niet voor het moment dat het met de hand op papier gezet werd door die componist. Datzelfde ontzag voor het origineel speelt in het Jodendom een hele belangrijke rol. Maar er spelen ook andere redenen. Het kan ook handig zijn om iets in handschrift te verspreiden, want dan komt het precies op de plekken waar jij wil dat het komt. Als jij 300 keer wat drukt, dan gaat het alle kanten op. En je drukt er bij een drukkerij en een uitgever en dan komt het al. Dat 9 van de 10 keer wil je dat. Maar als je je bijvoorbeeld met Kabbalah bezighoudt, met Joodse mystiek bezighoudt, dan wil je dat misschien wel niet. Dan wil je misschien wel dat dat bij je 10 of 20 volgelingen terechtkomt. Of als jij in Amsterdam woont en je bent in het Spaans bezig, niet in het Hebreeuws, maar in het Spaans bezig om de vaak katholiek geworden Joden die verdreven waren uit Spanje aan het eind van de 15e eeuw. Als je die probeert in het begin van de 17e eeuw weer de religie binnen te trekken, dan doe je dat met hele polemische teksten waarin je heel negatief uitlaat over het christendom. Het kan wel in jouw belang zijn, er zijn prachtige disputen gaande tussen hugenoten en joden of dat wel of niet mag. Allemaal in handschrift. Niet gedrukt, waarom niet? Ja, je mag wel alles drukken in Amsterdam, maar het is misschien wel niet verstandig. Dus er liggen altijd keuzes ten grondslag, altijd keuzes onder de productie van een handgeschreven of gedrukt boek. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er in de 15e eeuw vanaf het moment dat gedrukt kon worden, en de vroegste Hebreeuwse drukken die we hadden zijn tussen 1469 en 1473 gemaakt. 6 Hebreeuwse drukken in Rome. Hier een voorbeeld uit diezelfde Brzezinski-collectie in Zürich, een Pentateuch-commentaar, dus een commentaar op de Torah. Op het moment dat er gedrukt werd, hebben natuurlijk ook de Joden als gekken zijn ze gaan drukken. Zeker in de 16e eeuw. We hebben maar 140 edities van Hebreeuwse boeken in de 15e eeuw. Maar ja, wat gebeurt er als je drukt? Als ik met de hand een boek schrijf, en ik draai nu datzelfde argument de andere kant op. Als ik met de hand een boek schrijf, dan geef ik dat aan mijn leerling mee. Die neemt er 2 weken mee naar huis, die schrijft zich suf en dan heb je 2 exemplaren van het boek. Maar je hebt er nooit 500 in een week. Wat je met een gedrukt boek wel hebt. Als je een gedrukt boek produceert, of een paar weken, heb je daarna plotseling 500 exemplaren. En dat leidde tot 2 dingen. Tot een, wat door collega's wel genoemd is, een explosie van kennis. Een enorme democratisering van de kennis is het gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst. Niet alleen in het Jodendom, ook in de christelijke wereld. Het feit dat er plotseling grote hoeveelheden, vroeger was een grote bibliotheek in de 15e eeuw, waren 10, 15 boeken. Het feit dat er een enorme democratisering van kennis
heeft plaats, zeker privébibliotheken heb ik het dan over. Dat een enorme democratisering van kennis heeft plaatsgevonden en een explosie van kennis heeft plaatsgevonden is een van de belangrijkste effecten van de boekdruk en de vergelijking met het internet. Die gaat niet helemaal mank. Hij is ook niet helemaal correct. Maar de vergelijking die vaak gemaakt wordt met het internet, die ligt voor de hand. Het probleem met het internet is dat je niet weet wat de kwaliteit is van wat je allemaal vindt. Dus een van de grote problemen die wij ook aan de universiteiten onderkennen, is dat studenten niet kunnen zoeken. Alles wat op het internet staat is waar. Ja, dat is niet zo. Maar er staat wel heel veel op het internet dat wel waar is. Nou, om je studenten te leren dat van elkaar te onderscheiden, dat is een van de belangrijkste opgaven die we nu hebben. Dat drukken van boeken heeft tot eenzelfde soort explosie van kennis geleid. Wij staan continu bloot aan informatie. Op een manier die onvergelijkbaar is met de periode voor het internet. Op dezelfde manier stond de mens in de 16e eeuw plotseling bloot aan hoeveelheden informatie die zich niet laten vergelijken met de periode daarvoor. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het heeft ook geleid tot wat ik zou willen noemen een soort consolidatie van kennis. Dus dit is een gedrukte tekst van de Talmud. Je hebt twee versies van de Talmud, de Babylonische Talmud en de Palestijnse of Jeruzalemse Talmud. De Babylonische Talmud zijn 20 delen, de Jeruzalemse is veel kleiner. De allereerste keer dat die tekst gedrukt werd, is gedrukt in 1523 in Venetië door een Vlaming, Daniel Bombergen. Belangrijke drukker, Daniel van Bombergen. Niet Jood, die voor een humanistische markt en voor een Joodse markt Hebreeuwse boeken drukte. Daniel van Bombergen. En die heeft deze versie van de Talmud gedrukt. Plotseling hadden alle Joden een Talmud. Er is maar één compleet manuscript overgebleven uit de middeleeuwen van de Palestijnse Talmud. Dat ligt in de universiteitsbibliotheek in Leiden. Er is maar één compleet middeleeuws manuscript overgebleven van de Babylonische Talmud. Dat ligt in de Bayerische Staatsbibliotheek in München. En plotseling zijn er 500 van dezelfde tekst. En we weten dat deze drukker dat gekopieerd heeft van dat handschrift dat nu in Leiden ligt. We weten dat dit het handschrift is wat hij voor zijn neus had. Dat plotseling dat lag ergens in Rome. En plotseling ligt dat ter beschikking van de hele Joodse wereld. Wordt nog een keer gedrukt en nog een keer gedrukt en nog een keer gedrukt. En in 20 jaar tijd, in 30 jaar tijd, heb je een paar duizend exemplaren van diezelfde tekst. Maar hoe riskant dat is, weten we ook, want dat manuscript, dat hebben we nog. En dat manuscript is geschreven in 1289, zeg ik uit mijn hoofd, in Rome, door een schrijver. En die schrijver die zegt, ik heb mijn best gedaan om deze moeilijk toegankelijke tekst voor jullie over te schrijven. Hij zat vol met fouten en ik heb geprobeerd om hem zo goed mogelijk te verbeteren. Dat zegt hij letterlijk. Dat is de tekst die alle Joden in de hele wereld al gedurende 500 jaar als autoritatieve tekst, als ware tekst van de Talmud accepteren. Dus er is ook een enorme consolidatie van kennis ontstaan door de boekdruk. Doordat als je er 500 van hebt, ja, dan is dat de tekst. Als je er eentje van hebt, dan is dat misschien wel niet de tekst. Of als je drie verschillende hebt, dan weet je niet welke je moet kiezen. Maar als je er eentje hebt keer 500, die vervolgens weer herdrukt wordt in 1000, dan is het al keer 1500. En ga maar door, dan stabiliseren die teksten. Dat is ook wat er gebeurd is tijdens de boekdruk. Dat zien we ook in de Haggadah, een vroege Haggadah uit Praag, 1526. Dat is een boek, in totaal zijn er 5000 edities van verschenen, van die vertelling over de uittocht uit Egypte. Dit is de vroegste. Ik blijf hier klikken af en toe. Houdt die afstandsbediening niet van me. Dit zijn werken die gemaakt zijn, Hebreeuwse woordenboeken voor humanisten, gedrukte boeken. En hier zien we zo'n handtekening van de sensor, ook dat, want die sensoren waar ik het net over had in het begin, ook dat element van sensoren. Hier staat onderaan de handtekening van de sensor, in dit geval Domenico Ierosolimitano, dus Domenico uit Jeruzalem, een gedoopte Jood die voor de Inquisitie Hebreeuwse boeken censureerde. We gaan vrolijk verder, dit laat ik even voorbij gaan, dat is een brief. En in Amsterdam werd er natuurlijk ook gedrukt. Toen de Joden eenmaal in Amsterdam woonden en aan het eind van de 17e eeuw, nadat ze verdreven waren in 1492 uit Spanje, in 1495, 96 uit Spanje en Portugal, zijn ze een grote groep Joden is gedwongen gedoopt in Spanje gebleven. Een grote groep Joden is in Spanje gebleven en is ook werkelijk katholiek geworden. Een grote groep Joden is echter naar buiten toe katholiek geweest, maar vierde thuis
zijn Joodse feestdagen en hield zich thuis in de Joodse traditie. En een grote groep is gevlucht. Een belangrijk deel naar Italië en naar de Balkan. Een belangrijk deel naar Zuid-Frankrijk. En die, vooral degenen die in Zuid-Frankrijk zaten, zijn uiteindelijk in de loop van de 16e eeuw, omwille van de betere handelsmogelijkheden van de Republiek en met de groei van Amsterdam als belangrijk handelscentrum, naar Amsterdam gekomen en konden daar tegelijkertijd genieten van de relatieve vrijheid van godsdienst die in Amsterdam gold. En dit heeft geleid tot een enorme bloei van het Joodse leven in Amsterdam in de 17e eeuw. De redenen waarom de Nederlanders de Joden binnenlieten, die waren helemaal niet zo nobel. Er is een tekst van Hugo de Groot waarin hem gevraagd is om een soort Jodenreglement te maken. En zijn argumentatie is heel eenvoudig. Het zijn wel vervelende, lastige mensen, maar ze kunnen onze handel bepaald goed stimuleren. Dus laten we de theologische problemen opzij zetten en laten we ze de ruimte geven, maar wel in de gaten houden. Dat is letterlijk wat er staat, of bijna letterlijk wat er staat. En, maar goed, de Joden zijn wel toegelaten, hebben enorm bijgedragen aan de bloei door hun familienetwerken. Enorm bijgedragen aan de bloei van de Republiek. En de eerste Jood die in Amsterdam Hebreeuws dukte was deze man, Manasse ben Israël. Deze Manasse ben Israël was rabbijn in de Portugese synagoge. In de gemeente, in de Portugese gemeente. De synagoge is van 1675. Hij overleed in 1657. De eerste Jood die in Amsterdam Hebreeuws heeft gedrukt, dat is ook zijn eerste gebedenboekje wat daar rechts ligt. Ook weer een piepklein gebedenboekje, zo groot. Met de gebeden van de Portugese Joden. En dat heeft geleid tot een enorme bloei van boekproductie. Amsterdam werd echt het centrum van de Hebreeuwse boekproductie in de 17e en 18e eeuw. Maar tegelijkertijd werden dit soort gebedenboeken met kabbalistische inhoud in Duitsland gewoon nog met de hand geschreven. Want dat was bedoeld voor een kleine groep mensen die daar in hun eigen beperkte kring uit ging bidden en die behoefte hadden aan met de hand geschreven boeken. In dit geval best vrij geschreven dagelijkse mystieke gebeden. En ik druk toch maar één keer. Wij zijn niet bevriend. Dit is ook een interessant boekje. Dit is een categorie boekjes. Dat heet Evronot. Evronot zijn eigenlijk de schrikkeljaren of de berekeningen van de Joodse jaren. De Joodse jaartelling is natuurlijk een andere dan onze. Dus de Joodse jaartelling is gebaseerd op een maanjaartelling. En gaat uit van het feit dat er in een periode van dat wordt gecorrigeerd, niet door schrikkeldagen, zoals schrikkeljaren met één dag zoals wij dat doen, maar er wordt in een tijdsbestek van 19 jaar, wordt er 7 keer een complete maand ingevoegd. Dus je hebt Adar Rishon en Adar Sheni, de maand Adar, de eerste en de tweede Adar. Er wordt volgens een bepaald schema in een tijdsbestek van 19 jaar 7 keer een extra maand ingevoegd, zodat na 19 jaar de cyclus weer helemaal rond is. Joden zijn zich in Duitsland na de invoering van de Gregoriaanse kalender. Zoals u weet hebben we in 1586 uit mijn hoofd, is de Gregoriaanse kalender ingevoerd ten faveur van de Juliaanse kalender. Dat heeft ervoor gezorgd dat van de ene op de andere dag in heel Europa de kalender een paar dagen opschoof. Ik geloof 2 weken uit mijn hoofd. Maar in ieder geval een flink stuk opschoof. En daardoor was er in de christelijke wereld enorme belangstelling voor de kalender. Op het moment dat je met de kalender bezighoudt, ik schenk even het water in. Krijgen van als je vast staat te kletsen. Als je bezighoudt met de kalender, hou je je bezig met de hemellichamen. En als je je bezighoudt met de hemellichamen, hou je je bezig met het hemelse. Dus er is altijd ook een religieuze dimensie aan het je verdiepen in je kalender. Bovendien realiseerden de Joden zich door dat hun kalender afweek van die Gregoriaanse nieuw ingevoerde kalender, dat die kalender blijkbaar ook een heel nadrukkelijk identiteitsbepalend aspect was. En het werd de gewoonte onder geleerde Joden in Duitsland om één keer zo'n kalenderwerk over de Joodse kalender met de hand te schrijven. En dit is een van de fraaiere voorbeelden, ook weer uit die Barginski-verzameling in Zürich. En hier is deze afbeelding, die snapten we tot 1 jaar of 10 geleden helemaal nog niet. Wat je hier ziet is de Bijbelse Issachar, van wie gezegd wordt in de boeken van de Kronieken, dat zijn kinderen, dat Issachar en zijn kinderen de tekenen van de tijd kenden. En je ziet hier Issachar die de ladder opgaat en blijkbaar met hier een zandloper in zijn hand. Dat zijn blijkbaar die tekenen van de tijd. En die komt terug en die heeft inmiddels het begrip van de tijd ontvangen. En hier zie je in het Hebreeuws de eenheden, de tientallen en de honderdtallen, verstopt in het Hebreeuwse alfabet. Die afbeelding die snapten we niks van totdat een Amerikaanse
onderzoekster Elisheva Karlenbach de hele serie, want er zit een stuk of 10, 15 lastige afbeeldingen in. We hebben honderden van dit soort manuscripten, honderden, allemaal met de hand geschreven. Er is geen Joodse bibliotheek in de wereld die niet één of twee van dit soort kalenderhandschriften heeft. Er is niet één veiling van Joodse boeken, oude handgeschreven boeken, die niet zo'n handschriftje heeft. Want al die Joodse mannen die leerden, die stelden zich tot doel om zo'n kalenderhandschrift te maken. En we hadden geen idee wat ze deden. Het is pas sinds een tijd, dat verdween op een gegeven moment weer. In de loop van de 17e eeuw zie je dat langzaam weer verdwijnen. Dit behoort tot latere handschriften. Maar er zijn er honderden van. Met de hand geschreven. In de tijd dat je ze ook best had kunnen drukken. En dit is nog gekker. Dit is een boek wat geschreven is in Wenen. Wat geschreven is door een bekende schrijver uit Wenen in het jaar 1712. Het is een sidur, een zogenaamd dagelijks gebedenboek. En zo'n sidur, die werd vaak met de hand geschreven. Want dat werd dan geschonken, dat zijn grote boeken, dit ding is zo groot. Dat zijn grote boeken, die werden dan geschonken aan de gemeente door gemeenteleden. En die werden dan tijdens bepaalde feestdagen gebruikt, of tijdens de reguliere feestdagen gebruikt, of tijdens de reguliere gebeden gebruikt. En dat was een mooi geschenk, dat stichtte je aan je gemeente. Dat was een hele gangbare gewoonte. Maar die kunstenaars die dit soort boeken maakten, en die zijn gaan proberen om die Amsterdamse boeken waar ik het net over had, die boeken die in Amsterdam gedrukt waren, met de hand te imiteren. Dit is met de hand geschreven, maar het schrift is identiek aan gedrukt Amsterdamschrift. En ze zeggen dat ook. Ze zeggen, ik heb dit boek geschreven met de letters zoals die gedrukt worden in Amsterdam. En er zijn wel 500 handgeschreven boeken die in kringen van rijke Joden zo vrij geïllustreerd zijn met die Amsterdamse letters. Maar deze drukker gaat nog een stap verder, want deze schrijver, want deze rand die we hier zien, die is gedrukt. Dus die is met een blad perkament naar een drukker gegaan. Die heeft daar die drukker eenmalig een mooie rand op laten drukken en die is daar met de hand in gaan zitten schrijven. Dus die ging experimenteren met die vorm. Die ging niet per se om wat ik net zei, dat je de vrije keuze hebt. Nee, gewoon vanuit kunstzinnige overwegingen. Die vond het mooi om druk en handschrift door elkaar heen te gebruiken. Dit waren dure stukken. Het is wel een interessante vraag die altijd gesteld wordt naar de prijs van dit soort boeken. Ik noemde net miljoenen. In de middeleeuwen kostte de productie van een rijk geïllustreerd gebedenboek hetzelfde als wat een mooi herenhuis kostte. Dus je kon een rijk geïllustreerd gebedenboek, een getijdenboek, net zo goed. Het waren hele dure producties. Die konden Jan Boezeroen kon die niet betalen. Dus dat waren hele dure stukken. Strikt genomen is er niks veranderd. Het kost nog steeds wat een groot herenhuis kost. Door je koopt voor die 4 miljoen die ik net noemde, koop je een prima grachtenpand. Dus er is eigenlijk niks veranderd. Dit is een ontzettend waardevast object gebleken, als je dat even economisch beziet. Dit is net zo'n manuscript van dezelfde man. Hier zien we de Bijbelse Tobit overigens. Binnen de Joodse traditie speelt Tobit en Tobias spelen daar een grote rol. En hier zie je de Bijbelse Tobit die met een vis over zijn schouder terugkomt. En de engel, Raphaël is het, die hem begeleidt bij zijn zoektocht naar een vis waarvan hij de gal nodig heeft om de blindheid van zijn vader Tobias te genezen. Dus dat zijn die Amsterdamse letters. Hier zie je nog iets met diezelfde Amsterdamse letters. Heel fraai penwerk, een gebedenboekje waarin Gods schepping bezongen wordt. Tientallen manuscripten van. Nauwelijks gedrukt. Tientallen manuscripten, een gebedenboekje waarin psalmteksten verzameld zijn waarin de schepping bezongen wordt. Een cadeautje bij een bar mitzvah, een cadeautje bij een huwelijk, maar met de hand geschreven. Allemaal in de tijd dat je lang kon drukken. En dan deze tekst, een zogenaamde Haggadah van een schrijver, Aaron Schreiber Herlingen, weer een Haggadah uit Wenen. In 1725, waarvan ik u straks nog wat meer alleen maar het beeld laat zien, als de techniek meewerkt. Diezelfde man, die kon enorm goed schrijven. Die schreef een Esther-rol. Dan denk je, het is het complete boek Esther op een rolletje. Dit is zo groot, waar u naar kijkt. Dat is onvoorstelbaar, is ietsje groter dan een lucifer-doosje. Dus hij was echt een miniaturist. Die man die kon minuscuul Hebreeuws schrift schrijven en daar nog afbeeldingjes bij maken. En hij maakte ook, dit ligt er. Dit ding, dit is zo groot, 15 centimeter, 12 centimeter, zoiets. Dan denk je dus een afbeelding van koning David. Als je goed kijkt, dan is het een afbeelding van koning David, als de techniek meewerkt, die volledig is opgebouwd uit schrift. Dit zijn 7 psalmen, 7 boetepsalmen, notabene, in het Latijn, geschreven door een Joodse schrijver, blijkbaar voor een niet-Joodse klant.
Deze schrijver was schrijver ook aan de bibliotheek in Wenen. Volledig opgebouwd uit schriften. We hebben nu in die Braginski-collectie zo'n 15 objecten van deze man. Waarvan een stuk of 10 van dit soort micrografieën. Dus er is heel veel werk. Dat is natuurlijk, hier komt natuurlijk schrijverschap, daarom laat ik dit zien. Hier gaat het wel om de kunst. Dit is in moderne term te gebruiken wel laar pour laar. Hier kun je nog wel zien dat er een bepaalde waardering uitspreekt voor ambachtelijkheid die vanuit die religieuze, vanuit het religieuze belang voortkomt, dat er gehecht wordt aan schrijverschap. Maar hier wordt wel iets gemaakt wat vooral mooi moet zijn. En wat vooral de functie heeft om mooi te zijn. Dit is ook wel een interessant verhaaltje. Dit ding is boven water gekomen, omdat dit printje is boven water gekomen, omdat iemand in Buffalo, in upstate New York, een mooi lijstje kocht voor $75 bij een antiquariaat. En daar zat dat plaatje in en die dacht, volgens mij is het oud. En gaf het mee aan een vriend om het te laten zien bij Sotheby's in New York. En daar is het voor $20.000 verkocht. Dus het was een goede aankoop voor een mooie lijstje. Het lijstje heeft hij zelf gehouden, dus het was een prima aankoop. Het wordt nu bewaard zonder lijstje. En dit is hoe het eruit ziet. En hij heeft zijn naam ook verstopt in het object. Sorry. Ja. Ik druk toch echt maar één keer. Met de... Aaron Wolf, Kaiserlich Königlich Bibliothekschreiber in Wien, anno 1751. Dat speelt zich af op 3-4 mm waar je naar kijkt. Dat is gewoon de rand onderop en daar heeft hij dat vrijgesteld. En we hebben veel meer voorbeelden van deze man. Hier zo weer een andere Haggadah, ook weer met de hand geschreven. Hier een prachtig object, wat geschreven is notabene voor de keizer in Wenen. Allemaal kalligrafie, allemaal handgeschreven teksten met in een heleboel verschillende vormen. Met Hebreeuws, met Latijn, met alles door elkaar. Met de portretten van de keizer, met de portretten van de keizerin. Duidelijk ook voortkomend vanuit de goede relatie die Joden willen onderhouden met het koningshuis of met het keizerlijke huis. Een minuut of 7. Huwelijkscontracten. Prachtig geïllustreerde huwelijkscontracten. Ik ga je nu gewoon nog even overvoeren met een heleboel beeld. Dit is een huwelijkscontract. Dit komt uit Rome. Dat is ik kan niet lezen hier vandaan, maar ik weet dat het uit Rome komt. Die huwelijkscontracten die zijn zo groot over het algemeen. Dat is precies één huid. En dat is over het algemeen kalf. Niet altijd. Ik bedoel, je kan het meestal zien aan de restanten van haar, wat je ziet. Het is perkament. En die staat eigenlijk altijd naar boven. Dus de punt staat altijd naar boven. Behalve in Rome. In Rome wijst die punt naar beneden. Dus als je hem oprolt, dan zat er daar vroeger een touwtje onderop, de vrouw. En zo'n huwelijkscontract werd gebruikt werd aan de vrouw aangeboden. Het huwelijkscontract is eigendom van de vrouw. En stipuleert ook de rechten van de vrouw tijdens het huwelijk. En werd tijdens de huwelijksceremonie overhandigd aan de vrouw. Voorgelezen in het openbaar, opgerold, dichtgemaakt met de onderkant en zo'n touwtje. En aan de vrouw overhandigd. Zijn er duizenden van bewaard gebleven. Allemaal met de hand geschreven. Er is geen Joods museum waar niet een paar van dit soort huwelijkscontracten hangen. Dus dat zie je hier. Als zo'n punt naar beneden wijst, kunt u heel wijs doen. Moet je gewoon zeggen, komt uit Rome, want dat deden ze echt alleen maar in Rome. Dus, en voor de rest wijzen ze allemaal naar boven. Het zijn heel vaak Bijbelse taferelen. Als de bruidegom Jacob heet, dan zie je de Bijbelse Jacob. Als de bruidegom Mozes heet, dan zie je de Bijbelse Mozes. Zo eenvoudig is het vaak. Prachtige dingen, die natuurlijk ook gebruikt werden, omdat het in het openbaar werd voorgelezen tijdens de huwelijksceremonie, vaak ook gebruikt werden om te laten zien hoe rijk je was. Dus dat was een mooi geschenk en je kon laten zien aan de gemeente, want het werd voorgelezen, wat je kon veroorloven. En dat gaat zo ver dat er in 1768 en in 1820, meen ik uit mijn hoofd, in Ancona in Italië een resolutie zijn uitgevaardigd met daarin het maximale bedrag dat je uit mocht geven aan de vervaardiging van een huwelijkscontract. Dus de mensen draaiden echt door. Er werd steeds meer geld uitgegeven aan de vervaardiging. En die mode die wordt nu weer... Het komt nu ook weer in de mode om dat met veel geld te laten maken. Nog een wat eenvoudiger huwelijkscontract. Een Amsterdams huwelijkscontract met een gedrukte rand. Ik laat u gewoon wat variëteit zien. Dit is een Esterrol, een fragmentje van een Esterrol met hele gedetailleerde illustraties van het verhaal van Esther. Dit is het begin van het boek Esther met links de maaltijd die door koning Ahasverus wordt aangericht aan het begin van het Bijbelboek Esther, maar ook nog een heleboel andere afbeeldingen. Een Amsterdamse Esterrol. Allemogium een Esterrol met een prachtig knipwerk. Dat zijn teksten die tijdens het Purimfeest, tijdens het Lotenfeest gelezen worden. En die teksten tijdens dat Lotenfeest, die worden
Ik zit prachtig in de timing. De teksten die tijdens dat lotenfeest die gelezen worden, dat is het verhaal over de bevrijding opnieuw weer van de Joden onder Ahasverus, nadat de boze Haman een samenzwering tegen ze had ingericht. Dat is de enige tekst in het Oude Testament waar de naam van God niet in voorkomt. Dus, waarschijnlijk is dat de reden dat de Joden zich vrijer voelden om die tekst te illustreren. En er is eigenlijk geen echte harde wetgeving die je zelfs zou verbieden om tijdens de synagogedienst, ondanks dat afleiden, want het wordt natuurlijk ook in de dienst gelezen, van zo'n geïllustreerde rol te lezen. En vandaag de dag zie je dat ook heel veel. Mensen die ook gedrukte geïllustreerde rollen meenemen. In de traditionele gemeenschappen zal de rol die er in de gemeente gebruikt wordt door de voorganger, zal er eentje zijn zonder illustraties. Maar heel veel leden die zo'n rol meenemen, die nemen gewoon een geïllustreerde rol mee. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die toch geringere heiligheid van die tekst van het Bijbelboek Esther. Dat natuurlijk sowieso een beetje wonderlijke plek inneemt in de kanon van het Oude Testament. Omdat het, ja, eigenlijk er is nauwelijks enige. Het gaat over Joden. Maar het gaat helemaal niet over de relatie van Israël tot God bijvoorbeeld. Het speelt veel minder een rol. Het is vooral een spannend verhaal dat ook binnen het Jodendom gevierd wordt. En gelezen wordt tijdens dat Purimfeest, tijdens het Lotenfeest. En ook gevierd wordt als een soort carnaval. Je moet op een gegeven moment moet je zo dronken worden tijdens dat feest. Enige keer per jaar dat het mag. Dat je het verschil niet meer ziet tussen de boze Haman en de goede Mordechai. Dus drinken de orthodoxe Joden over het algemeen zo weinig dat twee glazen genoeg zijn om het effect te bereiken. Maar dat is ook geruststellend in zekere zin. Dit is er eentje met prachtig knipwerk. Dit is er eentje dit is een piepklein dingetje, zo groot. In een privécollectie, Grosses, William Gross, dat is een privéverzamelaar uit Tel Aviv. Wat hier bijzonder is, en ik wil dat toch even apart op wijzen. Dit zijn allemaal alle figuren, dit zijn allemaal cirkeltjes. Die hele rol, dit zijn allemaal rollen. Het zijn geen boeken, die rollen die zijn allemaal cirkeltjes van teksten. En het verhaal wat verteld wordt, is ook circulair verteld. Dus je gaat van rechts naar links, van rechts naar links. Steeds door die rol, het complete Esther-verhaal wordt tot in het minimaalste detail gevolgd. Ieder detail wat er in het verhaal beschreven wordt, vind je terug in die afbeeldingen. Piepklein, maar het is iets heel bijzonders. Al die figuren, al die Bijbelse figuren, die zijn allemaal in een soort fantasie oriëntaalse gewaden te zien. Met uitzondering van deze figuur en deze figuur. Dat is Mordechai. Mordechai is de goede Jood uit het verhaal van Esther. Die wordt hier en hier afgebeeld. En Mordechai die ziet eruit als een 18e eeuwse rabbijn. Met een kleed wat de 18e eeuwse, met een mantel die de 18e eeuwse rabbijnen droegen. En met deze traditionele Shabbos-dekkel noem je dat. Dus met de muts, de hoed die gebruikt wordt tijdens de Shabbat. Want je moet je identificeren met de goede Mordechai. En die ziet er dus uit zoals wij. Dus dat is onderwijskundig gezien, is dat eigenlijk heel logisch. Dus alle Bijbelse figuren die zijn fantasiefiguren, met uitzondering van Mordechai. Want Mordechai ziet eruit zoals onze rabbijnen. En dat zijn de mensen die we moeten respecteren. En vandaar dat we die figuren zien. Dus dat is, je ziet ook veel hier hetzelfde verhaal. Hier zie je ook weer Mordechai op dezelfde manier, in een wat latere rol, in een bontmantel. Zoon van een bontwerker vind ik dat wel fijn om daarop te wijzen. Tijd dat dat nog mocht. En hier een Esther-rol, nota bene, in het Duits geschreven. Blijkbaar in opdracht, weten we niet. Blijkbaar in opdracht door een Joodse kunstenaar, dat weten we zeker. Maar blijkbaar in opdracht van een christelijke opdrachtgever die dat mooi vond. Geschreven in Wenen waarschijnlijk, bewaard in Hannover. En dat is geschreven door een Joodse kunstenaar die dit soort gebedenboekjes maakte. Dit wordt bewaard in Cincinnati, dus die schreef ook in het Hebreeuws. Dus die mannen schreven voor verschillende markten. In die 18e eeuw werd het een vak. En werd het ook het was daarvoor natuurlijk al een vak, maar het was vooral een ambacht. Deze mannen die verkochten hun werk en die verkochten dat aan een Joodse en aan een niet-Joodse cliëntele. Net als die David die ik net liet zien, opgebouwd uit Latijns schrift. En hier hebben we nog een andere tekst van dezelfde man, die dus blijkbaar zowel voor een niet-Joodse als een Joodse markt werkte. En nog wat later, sorry, ik ga er één te ver, nog wat later in 1817, hier waren we, we waren pas in 1816, in Hongarije. Dit lag nog net in Oostenrijk geloof ik, maar inmiddels ligt het in Hongarije. Dit is allemaal Hebreeuwse tekst. Allemaal opgebouwd, die hele Mozesfiguur.
hier. Het is een besnijdenisboekje met gebeden voor de besnijdenis. Die hele Mozesfiguur is opgebouwd uit de Hebreeuwse tekst. Op dezelfde manier als we dat net zagen. Dus een Mozes met de twee stenen tafelen en met de vijf boeken van de Torah. En dit is eigenlijk de tijd, die 19e eeuw, dat het ophoudt. Er is eigenlijk geen productie meer van handgeschreven Hebreeuwse boeken. Joden gaan zich assimileren. En de belangstelling in de Joodse wereld, in de religieuze Joodse wereld, voor handgeschreven boeken, ondanks het feit dat er een grote religieuze gemeenschap blijft bestaan, die wordt steeds dunner. De hoeveelheid geld die de mensen willen uitgeven aan dit soort boeken wordt steeds geringer. En het is alleen in kringen van de allerrijkste dat er in de 19e eeuw nog mooie boeken met de hand geschreven werden. In de 19e eeuw zie je dat echt wegvallen. Dat heeft absoluut met de emancipatie te maken. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van het schilderwerk. Joden kregen belangstelling voor de algemene kunsten. Joden hadden toch ook een lastige relatie met de kunsten. Want in het Jodendom is er toch uiteindelijk meer waardering voor ambacht dan voor kunst. Maar dus je ziet in de 18e eeuw al dat ze daarmee stoeien. Deze vrouw, Charlotte van Rothschild, een teller van het beroemde Rothschild bankiersfamilie, een van de rijkste Joodse families, die heeft nog in 1842 voor haar grootvader, voor haar oom, Amschel Rothschild, de stamvader van de Rothschilds, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, een Haggadah geschreven. En die Haggadah die zit bordenvol met prachtige afbeeldingen. Allemaal Bijbelse taferelen, maar van een kwaliteit die we nooit aantreffen. Waarom niet? Zij had schilderles. Zij kon zich in de 19e eeuw schilderles veroorloven. Zij kreeg les van Moritz Daniel Oppenheim, een beroemde Joodse schilder. Ze kreeg les van 3-4 beroemde Franse schilders. Ze kon naar de Bibliothèque Nationale in Parijs, waar ze woonde. Ze kon in Frankfurt naar de bibliotheek en kon gewoon Latijnse middeleeuwse manuscripten uitlenen. En die schilderde ze na. Dus die vrouw, dit manuscript is pas een jaar of 8-9 geleden opgedoken. We wisten niet van het bestaan. Uit dezelfde bron is deze Haggadah opgedoken van een die alle religies bij elkaar brengt. Dit is een man, Victor Bouton. Victor Bouton was een Fransman, een niet-Joodse Fransman. Die in opdracht waarschijnlijk van dezelfde Rothschild-familie een Hebreeuws manuscript heeft geschreven. Ook weer een Haggadah, dus ook weer die vertelling over de uittocht uit Egypte. Met Franse instructies, Hebreeuwse tekst en illustraties met bladgoud en goudvernis, goudverf, die volledig teruggaan op de illustraties in Koran-manuscripten. Dus een Joodse opdrachtgever, en dat zien we hier. Een Joodse opdrachtgever, als het apparaat meewerkt, zien we dat hier. Hier zie je een Koranhandschrift met precies dezelfde, of bijna vergelijkbare illustraties. Dus een Joodse opdrachtgever geeft aan een niet-Joodse kunstenaar, Victor Bouton, die bekend stond als wapenschilder, de opdracht om een Haggadah te schrijven, waar die, ik meen, 30.000 daalders voor ontvangen heeft. Een heel duur boek. Extreem duur boek, er zit ook extreem veel goud in. Die heeft die opdracht daarvoor gekregen. En die baseert dat op Arabische handschriften. Daar komen die drie schrijftradities bij elkaar. Dus voor een Joodse familie wordt er een op Arabische lees geschoeid Hebreeuws manuscript geschreven door een christen. Nou, daar zie je tegelijkertijd, aan de ene kant is dat razend fascinerend. Aan de andere kant besnap je ook dat het einde is. En niet het begin, want daar is dan ook wel de eigenheid van het geheel definitief naar de knoppen in Goed Amsterdam. Hier zien we de enige afbeelding die daarin voorkomt in die Bouton Haggadah. Daar heb ik dacht ik ook een vergroting van, als de techniek meewerkt. Een orientaliserende afbeelding van het gezin aan tafel. En je ziet hier een mate van detail op de website van die Braginsky Collection. BraginskyCollection.com is dit manuscript tot in het minimaalste detail ook gedigitaliseerd te zien. Nou, als een soort, hier zien we nog een mooie Megillah, ook helemaal aan het eind, dus een Esther-rol. Ook weer helemaal aan het eind van het geheel, waarbij de afbeeldingen erop, dat is een poppentheater uit Lyon. Een bekend poppentheater uit Lyon, van een zogenaamde Guignol poppentheater. Hier zie je dat ook. Hier zie je ook de Hamanszonen die aan de galg hangen, daar rechts. En hier zie je ook weer poppentheater met een rollend paardje, met een hobbelpaardje. Razend interessant. En als afsluiting ga ik nog even terug naar die Haggadah, dat ik dacht ik neem u één keertje even door zo'n heel boek mee. Laten we gewoon met de eerste bladzijde beginnen en we klikken door tot we aan het eind van het boek zijn. Dit is zo'n Haggadah, zo'n vertelling over de uittocht uit Egypte, sorry. Geschreven door die Aaron Schreiber Herlingen, die ook dat kleine gedetailleerde David-portretje gemaakt heeft. Hier, we zagen net het begin, de titelpagina, dan gaan we even naar terug. Waarop Mozes en Aaron te zien zijn. Hieronder nog een scène met Mirjam, die best lastig te duiden is, met de manna eventueel. Dat is erg moeilijk te duiden, daar ga ik niet op in nu.
Vooral ook omdat ik het niet zeker weet. Dit zijn de, hier zien we voorafgaand in het begin van het boek het zogenaamde gommetsbattelen, het zoeken in het Joodse gezin voorafgaand aan Pesach naar alles wat maar een beetje graan is. Dus het hele huis moet schoongemaakt worden. De grote voorjaarsschoonmaak binnen het Jodendom speelt zich af in het weekend voor Pesach. Dat wordt hier afgebeeld en hier zie je de verschillende stadia van de ceremonie. Dus er wordt een aantal matzes, 4 matzes in totaal gegeten, er wordt een aantal glazen wijn gedronken, er wordt bitterkruid gegeten, er wordt een eitje gegeten, er wordt een botje gegeten. Dat zijn allemaal verwijzingen naar het offer, naar de haast waarmee er de uittocht uit Egypte plaatsvond. Allemaal symbolische etenswaren. Als ik de 1,5 minuut over tijd ga, dan komt het door dit ding. Sprak heel lang. Hier zien we mooie bladzijden met illustraties. Hier zien we afbeelding rechts van de 5 wijzen in Bnei Barak. Dat is een verhaal over 5 Talmoedische wijzen die de hele ochtend spraken over de uittocht uit Egypte. De hele nacht spraken over de uittocht uit Egypte. Totdat de tijd voor het ochtendgebed was aangesproken. Die zijn hier aan tafel afgebeeld. Dit zijn 4 archetypes van zonen. De wijze zoon, de slechte zoon, de onnozele zoon en hij die nog te klein is om te vragen. Die moeten alle 4 een vraag beantwoorden over Pesach. De ene geeft een wijze antwoord, de ander geeft een slecht antwoord, de ander geeft een onnozel antwoord. En de derde zegt, hoe komt dit, waarom doen we dit? Dus die is nog te jong om te vragen en daar ga je het aan uitleggen. Maar gebaseerd op de Amsterdamse gedrukte Haggadah van 1712. Want die boeken die zijn niet origineel, dat zijn allemaal handgeschreven kopieën van gedrukte Amsterdamse boeken. Die afbeelding die zie je hier terug. Die is gewoon, dit is de basis ervan. Hier zien we Abraham die de afgodsbeelden van zijn vader kapot slaat, van Terach. Een 18e eeuwse barokke Abraham. Hieronder zien we Abraham en de 3 engelen, die te horen krijgt van het wonder dat hij nog een zoon krijgt. En Sarah die meeluistert. Hier zien we de uittocht uit Egypte. Mozes in gevecht met de Egyptische opzichter. Allemaal verhalen uit Exodus. Hier zien we Mozes die gevonden wordt in zijn biezenmandje. Mozes en Aaron voor Farao. Hele rijke... Sorry, dat gaat weer veel te snel. Lijkt wel of hij dingen geheugen heeft, dat hij me ineens 1,5 minuut later inhaalt. De 10 plagen, natuurlijk. En weer die 10 plagen in die Amsterdamse Haggadah. En weer Mozes en Aaron voor Farao. Allemaal gaat allemaal terug op gedrukte voorbeelden. Dat is helemaal niet origineel, maar er zijn er 100 van gemaakt. Met de hand, omdat blijkbaar die hand belangrijk was. Hier zie je het opengaan van de schelfzeven, daar dat ik u vroeg om met Exodus 15 te beginnen. Hier zie je Mozes die de stenen tafel ontvangt. Allemaal prachtige Bijbelse taferelen die direct daarmee samenhangen. Hier zie je dat er aan tafel gebruikt wordt en dat er met wijn gekliederd wordt. En dat er etensresten zijn. Als een Haggadah schoon is, dan is hij niet door Joden gebruikt. Daar komt het eigenlijk op neer. Een Haggadah is vies. Er zitten wijnvlekken op, er zitten etensresten in. Die wordt in de familie ieder jaar tevoorschijn gehaald. En of ze nou duur of lelijk zijn, doet niet de zaken. Duur of goedkoop zijn, ze horen vies te zijn. Hier is dan het gedeelte waarbij er na de maaltijd nog een aantal gebeden gezegd wordt. Daar vallen de kinderen over het algemeen in slaap. Dat mag ook. Dat is wel het bijzondere aan het geheel. En aan het einde van de rit worden er dan nog... zie je nog koning David, dan wordt het Hallel nog gezongen. Psalm 135 tot 138 wordt daar nog gezongen. Dat duurt een vrij lang. En we zien hier eigenlijk een christelijke koning David die bidt. Die geknield aan het bidden is. Geen probleem. Joden waren gewoon op zoek naar beelden van koning David. En het feit dat dit een christelijk beeld is in een Joods boek, zit niemand in de weg. Hier, hier wordt het dan nog wat ingewikkelder voor de kinderen om er nog bij te blijven. Dit zijn die psalmen 135 tot 138. Waarschijnlijk gaat hij nu weer 4 keer klikken. Kijk, hier staat die wens in het Hebreeuws, volgend jaar in Jeruzalem. Dat is de wens die je voortdurend hoort, volgend jaar in Jeruzalem. Die maakt eigenlijk het einde uit van de ceremonie, van de eigenlijke ceremonie. En dan wordt aan het eind van de rit wordt er nog een aantal liedjes gezongen. Een aantal aftelrijmpjes, als het apparaat meewerkt. Die dan ook weer zo klein zijn afgebeeld. Het is een aftelrijmpje bijvoorbeeld over een bokje in het Aramees. Er was een bokje en het bokje werd gegeten door de hond en door de kat. De kat die werd gegeten door de hond en de hond werd geslagen door de stok. De stok die werd verteerd door het vuur werd gedoofd door het water werd gedronken door de os. De os die werd geslacht door de slachter en de slachter werd gehaald door de engel des doods. En de engel des doods die wordt gedood door de eeuwige geprezen zij hij, de God. En dan zie je, Joden maken natuurlijk geen afbeelding van God, want dat is iets wat ik er wel bij moet zeggen. Joden maken eigenlijk nooit een afbeelding van God als oude grijze man of iets dergelijks. Dat is wel verboden.
En dat aftalrijmpje, dat is een soort vroom einde van de ding. Zoals er ook aftalrijmpjes zijn voor wat je hierover ziet. Van 1, wat is dat? 2, wat is dat? Nou, 1 is God. 2 zijn de 2 stenen tafelen. 3 zijn de 3 aartsvaderen. 4 zijn de 4 aartsmoeders. 5 zijn de 5 boeken van de Torah. 6 zijn de 6 delen van de Talmud. 7 zijn de dagen van de week. 8 zijn de, is de 8e dag van de besnijdenis. 9 zijn de 9 maanden van de zwangerschap. 10 zijn de 10 geboden. 11 zijn de schoven. 12 zijn de stammen. 13 zijn de eigen stappen van God. En dan eindigt het ook weer bij God. Dus dat zijn aftelrijmpjes aan het einde waarbij die religiositeit nog eens een keertje benadrukt wordt. En dan slaan we het boek dicht. En dan ben ik om 5 minuten over 6:30, omdat ik 5 minuten met het ding bezig geweest ben. Klaar met me voor.